Dus ja, ik ben hier heel erg happy mee. Goedemorgen, het is dinsdag en we zijn onderweg naar school. Loop maar even, dames, anders komen jullie te laat. Ja, roep maar, dat is prima. Want we mogen niet te vroeg op het schoolplein, maar ook niet te laat natuurlijk. Dus ja, je moet best wel strak de deur uit, zeg maar, want anders sta je daar ook weer. Gedoe allemaal, echt. En ik ga die meiden brengen, dan moet ik even wat wegbrengen en dan ga ik even wat ophalen. En dat laat ik zo aan jullie zien. Ik ben weer thuis en ik heb wat leuks opgehaald. En dat ga ik even laten zien. Als mijn camera blijft staan. Ik heb deze jas. En het is een beetje zo'n oversized colbert model. Maar het is wel echt een jas. Trouwens, je kan misschien ook wel als colbert dragen. Ik vind hem echt heel cool. Even kijken. Dan komt het niet helemaal goed in beeld zo. En zo, ik vind hem echt heel leuk. Ik vind hem dicht leuk. Ik vind dat ik hem open ook echt heel cool vind. En misschien ook met een riem erom of zo. Al ben ik eigenlijk vaak te laat om dat te pakken. En zo vind ik hem ook wel heel leuk. Dus ja, ik ben hier heel erg happy mee. Het was trouwens zo. Blup, spraakgebrek. Het was trouwens ook echt weer zo lekker weer op de fiets. Echt. En het gaat helemaal lekker worden vandaag. Dat vind ik helemaal fantastisch. En ik heb ook echt het gevoel dat dit jaar wel echt heel veel goed weer is. En dat het dat ook echt gaat blijven. En dat vind ik echt helemaal fantastisch. Want ik hou er zo van. En ik ben wel een beetje verdrietig. Ik ben over 2 weken jarig. En ik zou een heel groot feest geven. En dat gaat van nu niet door. En dan misschien later. Maar ik wil eigenlijk dat het gewoon doorgaat wanneer het gepland staat. Maar ja. You can't always have what you want. Dus we gaan kijken voor in juli. En anders moet ik het eigenlijk gewoon een heel jaar uitstellen. Ja, maar dat werkt eigenlijk ook niet. Dan wordt het volgend jaar, want ik vind het ook niet leuk om in oktober pas te doen. Dus ja. Tijd gaat echt snel als je bezig bent. Maar ik heb al lange na niet af. Wat ik af wilde hebben. Ik moet het zelf uit school gaan halen. Daar ben ik wel blij om. Want vind ik altijd leuk als ze weer uit is. En ze heeft vanmiddag nog een afspraak. Dus en normaal mag ik daar wachten. Maar dat mag allemaal nu niet. Maar het is vlak bij mijn ouders. Dus dan ga ik even met mijn moeder een bakje thee doen. Ik zit ook nog een thee te drinken. Maar ik moet echt over 2 minuten weg. Dus maar we gaan tussendoor nog heel even naar huis. Ik zit te twijfelen of ik op de fiets ga of dat ik ga lopen. Nee, ik fiets nu wel even, want dan heb ik tussendoor nog heel even tijd. Ja, dus dat ga ik het even halen. En als we terug zijn, dan hebben we ja, zeg maar een uurtje. En dan gaan we weer de deur uit. En dan ga ik natuurlijk even bij mijn moeder dan een theetje doen. Het is echt een beetje ouderwets heen en weer geweest vandaag. Al vind ik dat ook wel lekker. Ik denk ook wel, ik heb een beetje tijd tekort. Maar goed. Net uit de moeder, die is natuurlijk die oude foto's aan het inscannen allemaal. Om alles weer geteld te hebben. En deze had zij niet. En deze heb ik dus wel. Dit is van een wintersport in 1996. Dus ik heb het allemaal gelijk gepakt. Die neem ik mee. We gaan over 2 minuutjes de deur uit. En ja, dan kan ik hem zo toch even aan mijn moeder meegeven. Of even daar geven. Jeetje, ik was echt zo piepjong nog. Kijk dan. En altijd heel fanatiek met skiën. Vond ik echt geweldig. Heb ik zo lang niet meer gedaan. Vond het zo leuk altijd. Ze zijn er weggebracht en nu is mijn tel weer. Ik denk dat mijn moeder even een appje sturen dat ik er aankom. Want als ik dat niet doe, is de tijd te kort om een theetje te drinken. En zo kan het op tijd gezet worden. En ik heb het fotoalbum bij me, dus even snel heen en weer. Wij hebben net film gekeken en ik lag met mijn moeder te knuffelen, echt. Ik druk op het knopje en ze springt van de bank af, dus dat wil ze niet. En volgens mij heb ik nu mijn beeld weer goed voor de avondinstellingen.
Maar het is heel irritant, want ik moet elke keer echt mijn hele instellingen dan veranderen. Voor allemaal settings. En ik krijg dat niet op automatisch, dus dat is een beetje jammer. Maar goed, voor nu is het volgens mij wel goed. Ik moet nog dingen uitzoeken voor morgen, dan komt de boekhouder. Maar ik heb er eigenlijk echt geen zin in. Ik hoef niet echt heel veel hoor. De meeste ligt klaar, ik moet gewoon het laatste dingetjes even uitrekenen. Zodat dat gewoon klaar ligt en ik dat in één keer door kan geven morgenavond. Maar ja, ik heb er eigenlijk wel geen zin in. Dus ik denk dat ik het morgen even doe, het is niet heel veel werk. En voor de rest is de administratie gewoon op orde. Dus het is gewoon heel makkelijk eigenlijk even doorspreken, uitleggen wat wat is. En klaar! En mijn administratie moet toegevoegd worden. Die van Marcus is allemaal ingediend. En dan wat privé dingetjes erbij aangeven. En that's it. Dus kom hier weer. Kom eens hier. Kijk, ze wil echt niet als ik film. Kijk, er staan dan. Je wilt niet echt gefilmd worden. Maar je wilt toch wel geaaid worden. Hai. Mager dingetje. Magere oude poes dat je er bent. Maar je bent lief, hè? Ja. Ja, je hebt nog steeds... Zij heeft zo'n jong koppie. Iedereen denkt dat het een kitten is. Maar ze is echt al 13 jaar. Ja. Je bent al een beetje een oude poes, hè? Oh, ik ben nog erg. Ik heb de hele tijd heen en weer gelopen. Wel iets doen, niet iets doen. Wel iets niet, zo, niet iets doen. TV kijken, toch weer iets doen in huis. Niet de boekhouding, laatste stukje doen wat moet. Maar dat ga ik echt gewoon morgen doen. En toen keek ik op de klok en toen dacht ik, oeh. Maar dat is echt met die om en om school. Ik weet niet, ik kom gewoon niet in een ritme. Maar goed, ik ga nu wel lekker mijn bedje in, want ik maak het natuurlijk weer veel te laat. Dus laat even een duimpje omhoog achter en een leuke reactie. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!